Voilà, Tim, merci. We staan vlak bij jouw naam op het grote spandoek hier in Hawaii. Had je ooit verwacht van hier te staan? Nee, eigenlijk niet. Ik had er wel van gedroomd uiteraard. Ik denk zoals iedere triatleet die lange afstand doet, had ik wel gehoopt om hier, of gedroomd om hier ooit eens te mogen meedoen. Maar eigenlijk niet echt, niet verwacht dat het ooit zou lukken. Want je zit nog niet zo lang in de sport. Hè? Hoe lang ben je bezig met triathlon en hoe lang met Ironman? Met triathlon zelf toch al een jaar of zes. Maar eigenlijk de eerste 3 jaar was dat niet echt serieus. Gewoon een paar wedstrijden per jaar. Af en toe is een kwart triathlon. Zelfs in het begin maar 8e. En dan heb ik 3 jaar geleden, was mijn laatste jaar aan de universiteit, dan heb ik eigenlijk besloten om de overstap te maken naar de lange afstand. Ook een trainer genomen. Dan ben ik bij Cedric Slok gaan trainen. En dan heb ik dat jaar eigenlijk overgeschakeld van kwart triathlon en op het einde van het jaar dan een volledige gedaan in Mallorca. En dan vorig jaar eigenlijk verder gegaan in Wales. En ja, daar heb ik me kunnen kwalificeren dan voor Hawaii dit jaar. Heb je daar lang over getwijfeld, Tim, om je slot te pakken? Want nee. Ik kan me voorstellen als jonge gast dat je denkt van oeh. Gewoon nee, eigenlijk niet. Nee. Ik wist dat, ik was zo content dat ik mocht gaan, dat ik eigenlijk niet echt getwijfeld heb om het slot te nemen. Ja. Jij hebt een beetje aparte triathlongeschiedenis, want wat misschien weinig mensen weten. Jouw papa, dat is Marc Mercier, tegenwoordig sportchef, journalist van De Standaard, maar vroeger een van de pioniers van de triathlonjournalisten. Ja, dat is waar, klopt. Heeft dat jou beïnvloed om voor triathlon te kiezen? Ergens wel, denk ik. Hij heeft lang geleden, toen ik nog jong was, is hij zelf eens naar Hawaii geweest om een verslag te maken daarvan. En ik herinner mij daar nog wel vaak dingen van. En achteraf heeft hij er af en toe wel eens iets over verteld en zo. En dan is mij dat toch wel meer en meer beginnen interesseren. Dus hij moest ook wel mee dit jaar? Ja, hij moest mee, sowieso. Uiteraard. Hij gaat ook heel graag mee. Hij vindt dat heel leuk om hier te zijn, denk ik. Dus uiteraard is hij mee dit jaar. Ja. Oké. Wat verwacht jij van zaterdag? Het wordt je allereerste keer hier. Ik vind het moeilijk. Ik weet niet hoe ik moet verwachten. Ik weet dat het allicht warm gaat zijn, dat ik veel ga zweten. Ik hoop alleen dat er niet te veel wind gaat zijn, want dat is niet echt mijn ding. Want anders dan zou ik nog van de baan kunnen waaien, denk ik. Maar ik hoop gewoon dat er niet te veel wind is, dat het niet te warm is. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Een position très goed. Ik ga gewoon zien wat er gebeurt. Ik heb niet direct een idee van hoe het gaat zijn. Oké. Zo dadelijk nog even naar de pasta party en dan de laatste dag voor de wedstrijd. Mm-hmm. Wat eet je dan ook? Dan ook nog pasta of is het dan wel lichter? Of, Nee, vooral nog pasta denk ik. Ik ga nog goed veel eten morgen en dan goed volladen tegen zaterdag. En dan zondag gewoon de hamburgertenten in hier? Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet zo'n fan van hamburgers, dus we gaan nog wel zien wat er zondag gegeten wordt. Maar het zal in ieder geval geen pasta zijn. Alright, heel veel succes zaterdag en bedankt. Dankjewel.